Hey guys, welcome back to my channel. I'm back with another video. Ik heb jullie al super lang een haul beloofd. En op een of andere reden ben ik er niet geraakt om wat te doen vorige week. Dus doen we dat lekker nu. Ik denk dat Bjorn vooral zeer blij zal zijn, want ik heb al mijn aankopen gespaard hier op deze kast om te kunnen tonen aan jullie. Ik heb ook echt bijna nog niets van deze items gedragen. Allee, toch niet zo veel. Gewoon omdat ik wil wachten om het aan jullie te tonen. So stay tuned. Ik ga eerst beginnen met Zara. Met dit truitje. Ik vond die echt super cute. Ik ben echt verliefd op de kleurtjes. Op die hele... Sorry als mijn stoel te veel lawaai maakt. Anyways. Ik was super verliefd op die verschillende kleurtjes. Op het colletje die deze vorm heeft. Het is een crop top. Het is niet super short though. If you're afraid to wear short stuff. Het valt best wel mee. Volgende heb ik dit topje. Het is een beetje moeilijk om te tonen. Want de achterkant is... oh my god. De achterkant is dus gekruist, maar ik kan het dus niet zien. Als ik het zo toon, je zal het wel zien in de colorways hoe het eruit ziet als ik het aan heb. De topje combineer ik eigenlijk vaak met deze broek. Het is zo'n flared jogging broek. En ja, I love it. It's really simple, pretty basic. Alleen die broek vind ik echt niet mooi met platte schoenen. Dan leek het echt op een pyjama. Ik heb hem zelf een keer aangedaan om uit te gaan. Dus deze broek met dat topje. En with high heels. En ja, ik vond dat wel schoenen. Ik weet niet wat de rest ervan vond, maar ik vond dat schoenen. And it's pretty comfy. So that's very important. Dan nog van de Zara. Nog niet gedragen. Ik weet eigenlijk ook niet echt wat ik erop moet dragen. Ik heb er niet echt nog iets voor om erop te dragen. Daarom ga ik er denk ik ook geen cutaway van maken. It's this skirt. Het is een lange flowy skirt. Weer super comfortabel. Leuk voor als het warm is. Dus ja, super mooi, maar ik weet niet wat ik erop moet dragen. Er was zo een bijpassend topje bij. Maar ja, ik vond dat niet zo. Next van Zara ook nog steeds is deze broek. Weer flared en het is zo een Hendrik Quartz broek of wel. Ja zeker. Based. Anyways, het is deze broek en I freaking love it. Ik vind de kleuren mooi, het zit te klein. Linstertje in. De fit is mooi. Maar ik weet dus niet of het ligt aan dit model. Maar ik heb er dus echt een camel toe in. En bijna in alle dit soort broeken in Zara heb ik overal een camel toe in. Dus ja, ze hebben hem in small, medium, L. En ik heb hem gewoon in een L gekocht omdat dan de camel toe meeviel. Dus hij is nu wel echt te groot voor mij. Maar mijn camel toe komt er niet zo in voor. Laat me weten als jullie die broek hebben of dat je dat probleem ook hebt. Of dat gewoon aan mijn kameel ligt. Dan het laatste van Zara is dit topje. Super short, but I love it so much. Ik vind echt de material super nice. Het is mega zacht. Het is super stretchy, dus stel dat je dat topje wilt en dan, je hebt een large, kan je gerust denk ik een small kopen, want het is echt... mega stretchy. Dus ja, ik heb het in een smalletje gekocht. Because I got a very tiny boobs. So. Past daar al in, want ja. Het is toch niet. Ik heb ook voor de eerste keer op About You besteld. Ik was daar zeer tevreden van. Maar ik dacht eigenlijk dat je daarop kon bestellen met achteraf betalen. En dat ging niet. Ik weet niet waarom. Maar ik heb het toch gekocht. Ik heb mijn retour gedaan. Alles is goed verlopen. Dus als je zo twijfelt om daarvan te bestellen, zeker doen. Ik had dus een hoge nood aan
basic t-shirts. So I bought this one. Ik heb die al gedragen en ik heb nog altijd geen strijkplank hier. Voor degenen die het niet weten, ik ben in april alleen gaan wonen met mijn vriend. Dus ja, ik heb nog geen strijkplank, whatever. Het is dit t-shirtje met lemonade op. Super cute. Ik vond die kleurtjes ook weer heel leuk voor in de zomer. Als je deze video mij... Ik kan niet meer klaar. Als je mij zou zeggen, 3 jaar geleden of zo, dat ik al die kleuren ging kopen, ging ik je echt zot verklaren. Ik kocht echt nooit iets van kleur. Ik droeg altijd black on black on black. Echt. I hated color. Color. And now I love it. De lijn te blijven van mijn basic t-shirt collection nu, heb ik dit t-shirtje gekocht van Calvin Klein. En normaal is het zo'n kort topje en dat het redelijk tight. En ik hou echt van baggy t-shirts. I need my shirts to be baggy because I love that. En ik heb hem dus in een L gekocht en dat staat perfect in L. Dat is oké, okay, want ik had dat ook in een medium en een medium zat echt zo tegen mijn lichaam geplakt en niet mooi. En je ziet het ook op het model dat het eigenlijk echt geen baggy t-shirt is. Dus als je het baggy wilt, size up. Dan nu Tommy Hilfiger en dat is tegenwoordig een van mijn favorite brands geworden. Vroeger vond ik dat meestal al bollige kledij, gewoon very basic, maar nu zijn ze echt... They're stepping up their game and I freaking love it. Eerste wat ik heb gekocht van Tommy is deze bra top. Ik vond die braletjes van Christian Dior echt super super fab. Maar ik vond ze toch wel een beetje te duur voor wat het is. Dus ik vond dit een super goed alternatief. Het is super mooi om op zijn eentje te dragen. Ook weer op een high-waisted jeans. Something high-waisted. Ik draag het dus als topje en geen BH. It's too pretty to wear under your clothes. Het is ook super vet als je dat bijvoorbeeld met een bandeau topje of een bandeau kleedje. Gewoon very basic. En dat die straps daar dan uitkomen. Super, super nice. Dan heb ik nog dit t-shirtje. Een baggy shirt van de, hoe noemt hij? Dat is een speciale naam, hè? Tommy Sailor. Het is Tommy Jeans, maar ik denk dat dat zo de Sailor Collection of zo is. I can't remember really. Ik ga het opzoeken voor jullie. Het is een super dikke stof. Hij valt echt mega mooi. Echt super nice. Ik heb hem in een medium gekocht. Because I like my stuff baggy. En small was de gewoontjes. Vond ik toch. So yeah. I love it. Alleen dat fluo stond me niet echt aan. Maar je kan dat toch niet zien. Gelukkig maar. Dan weer een t-shirtje. Ik hoop dat jullie het niet saai vinden. Very, very, very basic. Dus dat t-shirtje. Ook van Tommy. Met een mini logotje. Right here. En het is een boyfriend t-shirt. Zoals jullie zien. Deze vielen wel echt groot uit. Ik heb hem ook in een medium gekocht. Ze vallen eerder lang dan baggy. Maar als je het dan in je broek stopt, is het wel super nice. En ik hou wel van zo'n gewone grijze basic t-shirts. Het enige nadeel daarin is zweet. ja. Je ziet daar op een grijs zweetvlek. Not very nice. Maar ja, ik ga me opmaken dat niet zweet. Stak doekjes onder de okseltjes. Hebben jullie goede tips tegen zo'n zweetplekjes? Ik vind het altijd mega gênant, maar ja, dat is menselijk zeker. En ik ben eigenlijk echt wel een zweeter. Niet zozeer echt, alleen gewoon, like nu. Nu zweet ik natuurlijk niet. Maar you should see me in the gym. Ik loop altijd naar buiten in de gym alsof ik in mijn broek heb geplaatst. Too much information. En nu we toch bezig zijn over de gym, zoals jullie weten, ik ben zeker 10 kilo... verdikt, just because I lost, ja, motivatie in de gym, hè. Beginnen werken. Het is het eerste jaar dat ik werk
En ja, vooral in het begin van het jaar had ik heel veel stress waardoor ik ga eten. Ik had ook geen zin meer na mijn werk om naar de gym te gaan. Ik was altijd veel te moe, wat eigenlijk geen excuus mag zijn. Want er zijn veel mensen die veel meer uren draaien dan mij en dan toch nog naar de gym gaan voor een bak. Maar ja, nu ben ik terug goed bezig, zal ik zeggen. So I needed some new gym stuff. Ik heb lang getwijfeld om Gymshark te kopen, maar dan was ik bang als die maat dan niet goed was voor de retour shit. En ik had er allemaal geen zin in. Dus heb ik via Zalando gewoon een Nike broek gekocht. Like this. Met zo'n color block langs achter. En ze zijn echt mega, mega goed. Ze vallen wel redelijk klein uit. Een small hing niet rond mijn big fat ass. Dus ik heb een M gekozen. Je ziet het, ze vallen redelijk klein uit, vind ik toch. Maar ze zitten echt mega goed. Totaal niet see-through, want dat vind ik zo belangrijk. Bijna alle gymbroeken zijn zo fucking doorzichtig. Echt not nice. Dus als je eentje zoekt, aanraders. Aangezien het fucking mooi weer wordt en het bijna zomervakantie is, heb ik mezelf nog een paar bikinietjes aangeschaft. De eerste die ik heb is van Twin, het merk Twin, en het is super nice. Je kan die lintjes dus een beetje hoger trekken, like this. Er zit een ribbeltje in. Ik vind het echt een mega mooi geel kleur. En het topje is zo'n ja, super pretty triangle bra. I love it. Ik weet niet of ik dat ga aandoen en tonen naar jullie jongens. Ik voel me echt nog niet top voor dat te tonen op YouTube. I'm sorry. Dan het tweede bikinietje is van Mink Pink. Het is een rood bordeaux-achtig wel, ja. En de de straps hiervan zijn veel smaller en de poep zit ook meer gevuld dan bij die hele, is het een beetje Brazilian stylish. En het topje is ook weer zeer basic, zo. Sluiten is wel pretty annoying. Het is met, ja, niet pretty annoying, maar ik vind het niet zo safe. Het is met zo'n slotje, ik weet niet of je het goed kan zien. Maar je moet dus die pinnetjes daarin duwen. En ik ben echt bang dat dat ooit gewoon een keer gaat floep zeggen. En dat ik daar ga staan in mijn kleine muggenbeten tietjes. Maar ja. En dan last but definitely not least. Nieuwe sunglasses. Voor wie het nog niet weet, ik ben echt een sunglass hoarder. Ze liggen daar allemaal achter mij. De ene, ja, heeft een obsessie met handtassen, de andere met schoenen. En ik ben ene die verslaafd is aan zonnebrillen. Ze zijn alle twee van Mango. De eerste is een gele. I kinda like it. De glazen zien er iets meer oranje uit op beeld dan in het echt. But yeah, I kinda like it. En dan de tweede vind ik echt zo fucking nice. Jullie hebben hem misschien al gezien in de vlog met Miguel. Want die dag had ik hem gekocht. En het is deze. I love it. Als jullie hem willen kopen, past dat alsjeblieft niet al zo, hè. En dat trekt dus op niet. Je moet dat echt wel op het puntje van je neus. Mijn mama is zo een. Ze koopt de bril. Allee, ze past de bril en ze zet dan echt zo. Oh my god, I look fucking. Oh. I love it. Dus dit was het voor mijn haul. Zeg me wat jullie ervan vinden. En misschien vinden jullie het toch leuker om hauls te zien in mijn vlog. Zeg ik het gewoon toon aan jullie. Maar ik had een poll gedaan op Instagram. En jullie wouden het liever apart zien. In een aparte video. Dus bij deze. I hope you liked this video. Thumbs up als je het een leuke video vond en subscribe alsjeblieft op mijn kanaal. Abonneren is volledig gratis en je doet er me echt een heel groot plezier mee. Thanks for watching. Bye!